Oh! Oh! Nee, dat was... Wat was dat? Ja, raden! Eindelijk! Zo! Dames en heren, welkom bij het nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Erin en dit is Lennart. Ik weet niet of jij hem kent, maar als jij hem kent, tof. Heel waarschijnlijk leuk. Niet, want ik doe maar in 3 video's van hem. Ja, oké, okay. Hij doet meedoet in het schat van Beersel vinden of zo. Ik weet niet hoe die video precies heet. Ietsje hierboven of ietsje daarboven. Ik heb eigenlijk echt geen flauw idee waar het ietsje momenteel staat. Lennart, jij bent een beetje uit beeld. Schuif een beetje meer naar hier. Hoi. Ja, zoals je ziet, dit is niet mijn gebruikelijke plek. En mijn microfoon staat ook zo hier. Niet met mijn grote statief, maar klein statiefje dat komt omdat ik dat grote statief niet hier kon zetten. En dus staat dat nu hier op een heel klein mini statiefje. En dat statiefje staat ook gewoon bij de microfoon. Ja, dat is de... Ja, ja. Goeie uitleg, Jerry. In ieder geval, wij gaan vandaag iets superleuks doen. Want ik heb hier Harry Potter smackies in alle smaken. Of zoals in het Engels heet, Bertie Bott's Every Flavor Beans. Maar ik vind de Nederlandse naam leuker, smackies in alle smaken. Yeah. En we doen er een soort van challenge. Iedereen moet om de beurt, eigenlijk ja, zonder te weten welke... Een bean pakken, die op die eten. Ja, maar ook laten zien aan. Ah, ja, de even laten zien welke dat is. Zodat wij weten, zodat de anderen en de kijkers weten welke smaak het is. En de persoon die het eet moet dan raden welke smaak het is. En wie het meest goed heeft geraden, wint of zo? Ja. Ja. Oké, laten we deze zak openen. Ik heb de Harry Potter beans nog nooit gegeten. Ik heb al natuurlijk al eens wel. Hoe heet ze? De. Bean Boozled heb ik natuurlijk al wel eens gedaan, maar ja. Dat is iets anders, want bij Bean Boozled heb je eigenlijk één kleur en dat kan dan twee verschillende smaken zijn, of een goede of een slechte. Hier maakt het eigenlijk niet uit, hier is elk ding maar één bepaalde kleur, dus ja. Oh, wat een stank komt hieruit. Laat ruiken. Maar dat is zo mix, dat is zo, aan de ene kant ruikt dat vies, maar aan de andere kant ruikt het ook heel zoet en lekker. Oh, laat me ruiken. Wow! Oh, wow! Dus dat ruikt naar de stinkend kaneel. Bean Boozled Harry Potter dingetjes. Smekjes in alle smaken. Smekjes in alle smaken, zo heten ze inderdaad. We hebben hier ook... ik ben gesponsord... Nee, ik ben niet gesponsord, maar heel lekker. Ik ben echt groot fan van deze. Hij kan het geen namen noemen. In ieder geval, ik zal even de smaak opnoemen. We hebben banaan, zwarte peper, bosbes, snot, suikerspin, kers, kaneel, aarde... Aardworm, oorsmeer, gazon, als in gras. Groene appel, marshmallow, rotte eieren, worst, citroen, zeep. Kauwgum, of tutti frutti. Kots en watermeloen. Mijn t-shirt dus, ruikt naar watermeloen. Hoezo ruikt uw t-shirt naar watermeloen? Ik wou gewoon een onnodige opmerking doen. Oké, laten we beginnen. Ik zeg, Lennart is de gast hier in deze video, dus hij mag beginnen met de smaak uitkiezen. Trouwens, als je je afvraagt waarom is dit ding nog altijd rood, ik weet niet of dat de rode duivels op het moment dat deze video online komt er nog altijd in zitten. Maar als ze er nog steeds in zitten, ja, nog steeds succes. Net zoals in de vorige video. Want ik neem deze video echt nu al echt een week op voorhand op, omdat ik heb nog een andere video die ook nog online moet komen en het is... En ja, oké, ik heb al heel veel video's op voorraad nog. In ieder geval, Lennart mag beginnen, dus ja, sluit je ogen maar. Lennart heeft er geen zin in. We hebben hier ook een bakje voor als we het willen uitkotsen, want het kan best vies worden. Dus Lennart, ogen dicht. Mag ik Fuse Tea drinken als dat welkelijk is? Ja. Yes. Maar ogen dicht. Ja. Ogen dicht. Ja. Kies er maar eentje. Hier is het zakje. Ja. Kies er eentje. Oké, geef maar aan mij. Ik zal dan even laten zien. Het is deze. Ik weet niet of je het goed ziet op beeld. En eet maar, ja. Hier gaan we. Lennart eet het eerste snoepje. En hij moet raden wat het is. Is dit kaneelsmaak? Ik denk van niet. Wacht, wat was kaneel? Ik moet even kaneel kijken. Was donkerrood. Dit was totaal niet kaneel. Nee. Je mag nog twee keer raden. Ik ga afspreken dat je 3 keer mocht raden. Dus nog 2 keer raden. Is dit tutti frutti? Nee. Het is wel aan de zoete kant, inderdaad. Zal ik even... Je mocht even kijken welke smaken er zijn. Ja, welke smaken zijn. Ja, maar je mocht al lang je ogen opdoen van het moment toch... dat jij dat in je mond hebt gestoken. Ja, omdat je kan het toch niet in je mond dan. Dus kijk even welke smaken er zijn en probeer even te raden welke smaak deze nu is. Is het suikerspin? Nee, het was marshmallow dat je in je mond had. Ah, ja. Ja, oké. Dus dat is nog steeds... Het is nu dus nog 0-0. Maar dan versnoepiniseert.
Ja, het is 0-0 nog steeds. Omdat ja, Leonard heeft nu geen punt gehoord omdat het niet geraden. Dus ik mag nu. Sluit je ogen. Ja, sluit mijn ogen. Ja. Oké. Waar is het? Zak, hier, hier is het. Zak. Ja. Grabbelen, grabbelen, grabbelen. Oh, wait. Ja, oké, je hebt er eentje. En welke is dat? Laat even zien aan de camera. En... Stop maar in je mond. Oh, deze Tutti Frutti. Ja. Ja. Oké, die smaak je heel duidelijk. Dat is gewoon echt heel lekker. Deze is fucking lekker. Ja, ik zag dan dat er zo allemaal kleurenvlekken waren. Dat was zo roze-witachtig met kleurenvlekken erop, ja, toch? Ja, en die proef je ook echt onmiddellijk dat dat die is. Echt lekker. Het smaakt naar kauwgum. Dus dat betekent dat nu dus 1 punt voor mij is, 0 punten voor Leonard. Ja, sorry Leonard, maar... Oké, ik heb het zelfs van de eerste keer al geraden, dus ja, oké. Leonard, neemt jij er maar in nog? Ik hoop dat ik nu een vieze pak, want dat is goed voor de kijkers. Laat zien. Oké. Het is deze. Direct? Is dat citroen dat ruikt? Ik weet niet goed welke het is, maar volgens mij... Nee, dat is geen citroen. En ik denk wel dat je dat gaat raden. Jij mocht je ogen terug opdoen nu. Ja, waar is dit? Ook Tutti Frutti? Ja, dat was ook Tutti Frutti. Oké, dus twee keer achter elkaar hebben we dezelfde, maar nu betekent dat 1-1 is. Dat is wel lekker zo kauwgom om op te eten. Ja, dat is lekker. Hè? Maar het is nu dus 1-1, want Leonard heeft nu ook een punt. Oké, mag ik nu weer? Ja. Ik vind het leuk hoor. Oogjes toe. Oh ja, voor de Marvel fans of DC fans, dit is inderdaad een Joker t-shirt. Maar ik heb dit al eens eerder verteld. Ja, DC. Ik ben niet zo'n groot fan van DC. Behalve van de Batman trilogie van Christopher Nolan. Dat vond ik echt, dat zijn de beste DC films ooit. En voor de rest, de DC Extended Universe en zo vind ik echt heel slecht. Voor de rest ben ik eigenlijk echt gewoon een Marvel fan. Maar eigenlijk, die Batman trilogie is het enige wat ik goed vond van DC. Dat wou ik even melden. Maar we zijn nu bezig met Harry Potter. Dus gaan niet we mee... heel dit zakje opeten? Nee, niet heel dit zakje, maar wel nog een paar. Zodat we toch wel een goed gevuld video hebben. Oké, ogen dicht. Ogen dicht, oké. Ik mag nu close your eyes. Waar is, hier is het zakje. Ja. Oké. Wat is dit? Ja, maar je moet ik raden. Laat even zien. Geef maar. Ja, deze hierboven. Ik weet ook wel... Nu kan ik ze niet zien welke smaken erboven staan, hè. Ja, nee, ik ga gewoon zeggen welke smaken er allemaal zijn, oké? Dit is zwarte peper. Wat? Is dit zwarte peper? Ik dacht van niet. Maar als maar... dat zo op smaakt... Welke smaken zijn er? Dat zag er blauw uit, dus ik dacht dat dat bosbes was. Ja, jij moest dat nu niet zeggen, je had gewoon moeten zeggen nee. Oh ja, maar ik... Hoe kun je nu zwarte peper daarin doen? Ik weet niet, ik dacht, ik was aan het nadenken over bosbes, maar toen... Maar het smaakt niet naar bosbes, vind ik. Oh, dus bosbes was de tweede keus. Ja. Oké, dan niet... heb je een punt. Want ik denk niet dat... Ja, maar Leonard verklapt het nu eigenlijk al wel. Ja, maar... Ja, maar toch, ik heb een punt. Twee. Give me the points! Het smaakt niet echt naar bosbes, naar mijn gevoel. Oh, nee? Maar ja, dat komt ook waarschijnlijk omdat er geen echte bosbes in zit, maar... maar toch. Oké, Leonard mag nu terug. I'm closing, maar... Hier is het zakje. Ja, oké. Ja, Ik ga helemaal van onder eentje pakken. Ja, dit is van onder. Oké. Geef maar even aan mij. Stinkt. Het is deze. Leonard. Ga maar. Ja, in maar uw mond. Maar die en niet die, is dat dan een rode en weet je dat dan niet zeker? Dat zeg ik niet. Ja, ik mocht je dit ogen is kaneel. Dit is kaneel. Dus het was, ik had het dus juist aangeduid, dus het is dus kaneel, want ja, het was of kers of kaneel, want dat is rood, maar dat zag jij niet goed. Maar dus ik dacht al dat het kaneel was, omdat het iets donkerder was. Nu, dat is ook een punt voor Leonard. Ik ben eigenlijk de puntentelling al kwijt. Hoeveel 2-2. Was het? Het is 2-2. Ik ben blij dat deze guy hier is. Het is wel zo'n kaneel die zo pikt op je tong. Ja, maar dat is altijd eigenlijk met kaneel. Ik ruik het ook nu dat dat kaneel is. Als je dat eet, ruikt dat heel sterk. Jullie ruiken dat niet, want dat is geen geurding, maar alleen een geluid. Ja, oké. Je snapt het. Omdat je zei dat je twijfelde, wist ik dat dat rood was. Of groen. Ja. Ik heb dat misschien niet moeten verraden, maar oké. Of misschien geel, maar... Oké. Ik ben eigenlijk blij. Ik heb er nog eigenlijk geen enkele visie gehad. En Leonard ook niet, zeker. We hebben er allebei nog geen enkele visie gehad. Ja, dat haalt eigenlijk een beetje het effect van deze challenge weg, maar toch... Okay. Ja, daar is het zakje, ja. Oké. Ja, oké, laat even zien. Het is dit kleurtje hier. Zien jullie dat? Kijk maar. Oké.
Ja. Wat is dit? Raden, 3 keer. Is dat aarde? Nee. Hmm. Ja, ik weet het niet. Ik proef er niet echt iets in. Zeg. Is het worst? Nee. Worstsnoepje, ijo. Hoe zou dat smaken? Ik proef het niet. Nog 1 keer schokken. Oké, 1 keer. Jarin, kom aan. Is het zeep? Nee. Wat Volgens was het? Mij was het gazon. Het was lichtgroen. Ja, ik had... En er waren geen vlekken. Ik had eerst aarde gezegd. Omdat ik vond dat wel een beetje een aardige smaak. Ja, een aardige smaak. Een smaak die naar aarde smaakt. Dus eigenlijk was gras dan een logische volgende keuze om te zeggen. Omdat het gras groeit ineens, op aarde. Toen ineens... Iets anders. Ja. Je hebt de eerste vieze. Yeah. Ja, maar in principe, gras is niet heel vies. Dat meen ik. Dat vond ik bij die beanboozled ook. Bij de beanboozled waren er ook gras smaken. En ik vond gras echt niet vies daar. Smaakt dat gewoon zo koud? Gras smaakt eigenlijk echt fris. Omdat ja, fris, dat is een beetje koud. Zo... Gras, ochtenddauw, die frisse smaak, daar smaakt eigenlijk een beetje naar. Smaakt dat naar de geur? Heeft dat eigenlijk een geur? Laat maar, ik neem gewoon eentje. Ja, oké, Leonard, ja, neem er eentje. Doe dat wel een beetje open, zodat ik weet waar ik mijn hand moet. Ik ga even schudden. Ja, maar doe dat zo een beetje open trekken, zodat ik weet waar ik mijn hand in moet stoppen. Ja. Hier is iets weg. Ja, hup. Alweer eentje van de onderste in de kam. Ja, pak maar en laat maar zien. Het is deze... Ja, je mocht je ogen open. Je houdt altijd je ogen gesloten. Wat is het? Is het alweer Tutti Frutti? Nee. Is het bosbes? Nee. Is het groene appel? Nee. Wat is het dan? Laat het ruiken. Ik dacht dat... Is dat kers? Nee, het was geel. Dus ik dacht dat ja, citroen was. Maar nu dat ik het ruik, ruikt het eigenlijk meer naar banaan. Smaakt niet zo zuur. Maar ik denk dat dat... citroen was, want dat was toch gewoon geel? Laat maar, ik had het gewoon fout, oké? Je had het gewoon fout in ieder geval. Ja, dus dat maakt... Hoeveel is het nu? Ik ben alweer de tel kwijt. Is het nog altijd 2-2? Ja, want jij hebt die gras niet geraden en ik heb deze niet geraden. Ah ja, oké. Okay, dus als denk... dat fout was, edit jaar in correcteren. Is dat een woord? Verbeteren, maar even ja, in ieder geval. Dank u. Correctiesleutel. Ah, ja, ik mag nu. Oké, okay, schud even misschien. Oké. Ja, let's go. Waar is... Hier. Hier is... Oké, we gaan ervoor, hè. Deze. Oeh. Oeh. Oh, shit. Interessant. Deze heeft nog niemand gehad. Oeh. Oeh. Dit kleurtje. Oh, geef. Ik wil dat hebben. Ah, het snoepje valt op de grond. Raad maar. Oh. Dit is kers. Ja. Lekker. 3-2, denk ik. Zeer lekker. En dit jaarin is dat waar? Oké. Leonard, welke smaak heb jij nu weer? Oh. Doet jij alsof dat wel meevalt? Volgens mij... Die. Is dit citroen? Nee. Smaakt naar citroen. Is dit groene appel? Dat was niet die ik dacht dat was. Dat smaakt zuur. Maar is dat groene appel? Nee. Dan is het waarschijnlijk groene appel. Was het... maar... Ja, dat is groene appel. Was het is groene appel. Was het groen? Ja. Ik dacht dat het gras was, maar het is dus groene appel. Ja, nee, guys? Dat smaakt niet naar gras. Nee, het smaakt niet naar gras. Dus dat is groene appel, dus Leonard heeft het juist. Dus dan is het... 3-3. Ik ben niet goed in scoren bij houders. Omdat is een heel dikke. De ouders dat ook zeggen als kinderen moeten slapen. Ja. Oké. Het is dit kleurtje. Kijk maar. Oh, het is niet zo smakelijk. Maar is het een lekkere? Ik ga geen tips geven. Ja, maar... Nee, niet op die bij. Dat is niet goed. Och, 3 keer raden. Is dit worst? Nee, ik denk het niet. Wacht, welke kleur is worst? Nee, dat was geen worst. Worst is bruinig. Wat is het dan? Is dit aarde? Nee. Is dit suikerspin? Nee. Wat was dit dan? Volgens mij was dat bosbes. Dat was donkerblauw. Altijd die bosbes. Waarom? Die bosbes smaakt niet naar bosbes. Oké, schudden.
Laat maar zien. Oh, ja. Deze. Dit is watermeloen en ik hoop dat dit watermeloen is. Ja, ogen open, ja. Even zien. Dit zijn smaken. Is dit citroen? Nee. Is dit groene appel? Nee. Niet in de buurt. Oeh, Leonard weet het niet. Het is wel lekker, kers. Nee. Het was suikerspin. Lekker. Suikerspin is lekker dus. En dan is het... Dit is de stand. Hoeveel was het? Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Ik weet letterlijk, wij hebben geen idee. Laat maar zien wie er gaat winnen. Eigenlijk hadden we ergens een score moeten bijhouden. Ja. We hadden een papiertje moeten hebben met de score op, zeker, hè? Ja. Oké, eerst zien. Oké, dit is wat we gaan doen. Waarom lach je? Maar lekker. Hoort het niet lekker te zijn? Ik. Weet je, is het kots of wat? Nee, nog twee keer raden. Weet je, is snot? Nee. Zit ik in de buurt? Ik weet niet. Wat betekent in de buurt? Ja, weet je, het is wel zo'n soort ranzige dingen. Aardworm, nee. Wat was het? Het was geel met witte vlekken. Even, rotte eieren zijn nog best lekker. Maar nee, dat was echt zoet en zo. Oké, geen punt voor hem. Hoeveel staat het? Ja, maar rotte precies. Eieren, dat was echt zoet voor rotte eieren. Het staat zo. Oh, dat was niet heerlijk, maar dat was wel zoet. Oké. Okay. Nee, dat had witte vlekken erop, dus dat kon niet citroen zijn. Oké, ik ben of dat was vervallen citroen. Kan ook, maar oké. Okay. Hey, ja? Is hem al een ja, beetje oh, open? Ja, okay. Hier, ja, oh. Ja. Dit is het. Ja, en ogen mogen ze open. Is dit zeep? Nee. Het is niet zeep. Als dit zo... Maar het smaakt zo... Zo... Zoals zo in die aard, zoals tandpasta. Maar tandpasta is geen keuze, dus ik zeg niks. Ze heeft zo tandpasta geraden, terwijl die er niet eens bij is, maar oké. Okay. Is dit marshmallow? Nee. Is dit ook rotte eieren? Nee. Ja, zeg het dan. Het was gras, volgens mij. Ken dat? Ja. Ja, oké. Okay. Smaakt... We zijn soms niet helemaal zeker over welke smaak het juist is. Smaakt maar wel. Maakt niet uit. Ik wil meer vies. Oké. Okay. Is dit een vieze, guys? Dit kleurtje. Oh! Oké, nee, dat was... Wat was dat? Ja, raden. Eindelijk! Zo! Raden! Oh! Raden. Oh. Was dat kot? Nee. Is het in de buurt? Ja, zo'n soort walgelijke dingen. Wow. Is het snot? Ja, nee, maar wel zo'n soort walgelijke dingen. Nog één kans. Wat is zo'n soort walgelijke dingen? Ja, gewoon zo. Ja. Zo'n soort walgelijke dingen, ja. Was het worst? Nee. Wat was dat? Volgens mij was dat rotte eieren. Dat was wel rotte eieren. Dat was wit. Oh, dan was die van daar straks misschien banaan. Die van daar straks was gewoon een citroen met wit spul erop of zo. Volgens mij. Dit was rotte eieren. Het walgelijkste wat ik in mijn leven heb gegeten. Dat was wit met zo'n kleine gele the plekjes. Fuck. Yes. Eindelijk een vies erin en ik heb hem niet gegeten. Kaboom. Ja, dat was echt het walgelijkste wat ik in mijn leven heb gegeten. Ik hoop dat hij nu ook echt een vieze krijgt. Ja, ik hoop dat ook. Maar jij hoopt dat ook. Ja. Dat is beter voor de views. Het is deze. En ik denk jij dat... Jij zei, maar het smaakt vreemd. Wat is het? Dit is gras. Nee. Dit smaakt naar gras. Echt, dit is gras. Ik zweer dat. Zo. Heel fris.
Dit is gras, ik zweer dat. Dat kan niet iets anders zijn. Jawel, want dat was totaal niet groen. Maar is het dan hetgene wat ik heb aangeduid? Is het zeep? Nee. Dat ruiken? Oeh. Smaakt naar gras. Ja, nee. Ja, maar gras zit in de buurt dan. Aarde? Ja, volgens mij was het aarde dan. Want aarde was ook zo bruin. Ik had eerst worst aangeduid. Maar dat is inderdaad niet worst. Ik denk dat dat aarde was, inderdaad dan. Dat was zo bruin. Dit smaakt ook fris. Ja, aarde... Dat is niet zo erg. Dan komt zo, aarde is best wel oké nog, eigenlijk. Ik bedoel... Oh, deze... Fuck, ik ben al bang. Spannend. Kijk maar naar deze kleur. Oh, geef dat potje maar op. Allee. Je had toch niet de kleur gezien in de camera, hè? Zwarte peper. Ja. Daar zit echt peper in. Dat zou wel kunnen, ja. Dat zou wel kunnen. Ik bedoel, ze gaan er niet aarde in gooien, maar peper. Dat is niet echt vies, maar ik heb niet per se behoefte aan peper. Dus ik heb dat in het bakje gegooid. En dat is ook heel, dat is ook wel gewoon vreemd als dat versoepiniseerd is. Ja. Oké, nee, we doen het toch nog, we doen nog één ronde. Oké. Ik doe mijn ogen dicht en ik hoop maar dat ik een Tutti Frutti pak, want er zijn heel veel Tutti Frutti's nog. Ja, dat zie ik. Ja. De Tutti Frutti's liggen sowieso van boven. Ik pak deze. Ja. Deze is lekker. Ik voel ja, steek maar in de mond. Dat is mijn intuïtie. Ja, steek maar in de mond. Weet iedereen het al? Dat was Tutti Frutti. Dat is oneerlijk. Waarom? Ik heb... krijg wel een punt, want ik proefde dat gewoon. Heeft hij überhaupt eigenlijk een vieze gehad? Ja, die aarde, maar die was helemaal niet zo vies. Nee, dat was gewoon vies. Allee, kom. Ik ken ook, dat is dan de laatste. Pak maar. Oké. Okay. Deze. Stop maar in je mond. Dat is banaan. Nee. Dat is die bosbes, zeker. Dat is wel fruit. Ja, die bosbes? Nee. Dat is kers. Ja. Ja. Ik zei er straks volgens mij ook banaan tegen kers. Ja, dat is kers. Was lichtrood. Ja, lekker. Oké, edit jij in eindstand. Yeah! Yay! Zet een kroontje op de winnaar. Ja, oké, geen idee. Ah, jammer. Oké. We gaan nog wat extra eten. Waar is die wit met bruine vlekken? Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in gewoon wit. Als... Zeep. Zeep. Is die er echt? Is dit gewoon wit? Ik weet niet. Nee, dat is earwax. Dat is oorsmeer, denk ik. Oh ja, ik wil die. Oké, Lennart gaat oorsmeer proberen. Ik ga oorsmeer eten. Lennart probeert oorsmeer. Ik haal de pot en de vuur. Oh. Ja, de vuur is op. Nee. Ja, doe maar gewoon. Ik kan wel water pakken als het vies is. Ja? Is dat vies? Oh, dit smaakt... Dit smaakt vreemd. Lennart vindt oorsmeer vreemd. Het smaakt niet naar de geur. Het smaakt... Zoutig en... Oh. Oké, ik kan kots proberen. Ja. Ja? Zeker dat er kots is? Ja. Dat is kots, ja. Dit is niets anders, maar hierop lijkt. Kotsception. Hij kotst kots uit. Ja, fucking vies. Lennart, jij moet nu ook kots nemen, vind ik. Kom. Wat? Kots. Lennart neemt nu ook kots. Dat is kots niet te vreten. Eten, dat is echt het vreemdste. Ik heb er nog niet op gebeten. Bad. Lennart vindt het niet lekker. Maar is... Ja, maar nee, jij moet nu ook oorsmeer nemen, hè? Is dit oorsmeer? Ik heb kots genomen. Dit is oorsmeer volgens mij. Allee, potteke, water, oorsmeer. Oorsmeer. Ik zei het toch. Dat is heel apart. Kom maar zo. Nank. Hopen dat dit worst is, oké? Dat doe maar. Neem op. Dit is worst. Lennart vond worst niet lekker. Oké, Lennart, drink maar. Nee, wacht, ik ga eerst Tutti Frutti. Neem die Tutti Frutti. Ja, ik ga al beginnen met afscheid te nemen. In ieder geval, ja, vond je deze video leuk? Beter. Klik hier even op de microfoon om te abonneren. Ja. Klik boven Lennart zijn hoofd voor een andere video. En klik hier op de Joker ook nog voor een andere video. En hopelijk zie ik jullie dan in de volgende video. Doei. Tot de volgende keer. Dag.
Leuk dat ik weer eens meedeed. Dag.